Het idee om Ramses en Lisbeth weer bij elkaar te brengen, dat is eigenlijk ontstaan in Caprera. Dat is een openluchttheater in Bloemendaal. Daar was ik in augustus, 2004 is dat dan. En Lisbeth List gaf daar een concert. En ik zat er op de tribune, mooie avond, er zaten 800 mensen om me heen. En Lisbeth was klaar met haar show en om me heen hoorde ik ineens mensen zingen. La 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 la. En toen dacht ik, het is wel heel bijzonder dat na al die jaren dat nummer nog zo bij haar hoort. En natuurlijk ook bij Ramses. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als ik die twee na al die jaren weer eens een keer bij elkaar kan krijgen. Maar goed, Ramses, dat wisten we allemaal, is erg ziek geweest en zit nog steeds in het tehuis. Dus we wisten niet of hij het zou kunnen. Ik heb Lisbeth gebeld en Lisbeth zei, ja, het is een krankzinnig idee. Ik bel Ramses gewoon. Nou, bellen is toch weer wat anders. Dus hij was jarig, daar was ze. En ze zaten lekker aan een gebakje. En toen zei Lisbeth, ik heb nog een idee. En Albert vroeg het eigenlijk of wij weer eens samen tijdens mijn concert, of er als verrassing op wil komen. En dat we wat van jouw nummers gaan zingen met z'n tweetjes. Hij vond het een fantastisch idee. Zijn ogen die lichten helemaal op en hij begon te glimmen en te glunderen. En hij zei, dat ga ik gewoon doen. Dat bericht hebben we naar buiten gebracht. En vanaf dat moment stond de telefoon bij de twee theaters waar het om ging niet stil. Zowel bij het Nieuwe Lamar Theater in Amsterdam als het Oude Luxor in Rotterdam bleef de telefoon rinkelen. En in no time waren de zalen uitverkocht. Hartstikke mooi. Maar toen kwam er een kink in de kabel. Lisbeth belde me 2 dagen voor het eerste geplande concert in Rotterdam en zei, Albert, ik heb last van mijn stem. Ik kan niet. Moet je dus 1000 mensen af gaan bellen en gaan verplaatsen die zich zo verheugd hebben op dat eerste concert. Plus Nova, het NOS-journaal, het RTL Nieuws, het ANP, de Volkskrant. Iedereen wilde komen. Hebben we allemaal afgebeld en toen gezegd van weet je wat, we gaan het in het Nieuw Lamar Theater doen in Amsterdam. En daar waren we dan, op die gedenkwaardige avond in oktober. Iedereen was zenuwachtig. Ik ging voor de voorstelling door de artiesteningang het theater in. Ik zag Ramses in een walm van rook zitten. Rook die van het toneel afkwam, maar ook uit zijn sigaretten. En hij zat te wachten op zijn grote moment. Ik zeg, ben je er klaar voor? Hij zegt, helemaal. Ik heb ervoor gerepeteerd, samen met Lisbeth. Ik ga het doen vanavond. Het Nieuw Lamar Theater was helemaal vol. Er waren krukjes waren erbij gezet. En daar zaten we met z'n allen. En vlak voor de pauze, 6 minuten voordat het pauze was, kwam Ramses op. Het publiek gaf een staande ovatie, genoot van zijn optreden. Hij deed het fantastisch en er waren mensen echt aan het huilen. De dag daarna hebben we gezegd, we moeten kijken of we het nog een paar keer meer kunnen doen. Toen hebben we 2 voorstellingen in Rotterdam erbij gedaan en 2 voorstellingen in Amsterdam. En het ongelooflijke gebeurde, die waren allebei in een half uur tijd uitverkocht. Ongelooflijk, 3200 kaarten. En mensen stonden echt buiten voor de rij om kaarten voor Lisbeth en Ramses te krijgen. Dat stukje historie hebben we met z'n allen kunnen maken. Het is een onvergetelijke ervaring. En ook een beetje, vind ik, het theaterafscheid dat Ramses tot op dat moment zo gemist had. Hij heeft er met volle teugen van genoten. En wij ook. Dat ze je niet mogen. Waarom loop je zo gebogen, sommen met je ogen, sommen op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy, loop niet zo verlegen. Zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy, van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker na. Met gouden handen, met wolkentorens, ijskristallen, kometen, manen en planeten aan. Alles komt door mij. Door de witte wolken, door tot diep onder de golven.
Oldenburg, mijn vuur, mijn liefde, zich in de aarde. Het water speelt een kind en alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik lach. Ik hou van je warmte op mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief. Ik ben misschien te laat geboren. Of in stad met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, wat door de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik altijd wel verdwalen, het houdt de zaak in evenwicht. Dus laat me. Laat me mijn eigen gang behouden. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Voor degene in zijn schouwhoek achter glas. Voor degene met een dichtgeslagen raam. Voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten naam, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. We zullen doorgaan. Samen zijn. Ah, 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 ah.